Dames en heren, in Velzen wordt het vaak gezegd bouwen, bouwen, bouwen. Nou kan je natuurlijk huizen bouwen waar je permanent in kan blijven wonen. Maar flexwoningen zouden ook een hele mooie optie kunnen zijn. Aan de desk, ja, Tineke van Ombergen. Ja, ik zet het op een mooi neer, Velzen lokaal. En Onika Pinkers van de Partij van de Arbeid. Flex, je gaat lachen. Ja. Flexwoningen is misschien ook een optie. Mensen die spoedzoekers zijn, hè, dus je bent bijvoorbeeld gescheiden. Het kan voor jongeren misschien heel aantrekkelijk zijn. En toch begon je even te lachen. Ja, nou, omdat het een dossier is waar we inderdaad een hele tijd ook wel mee bezig zijn geweest. En ja. We er ook goede hoop op hadden dat we zoiets zouden kunnen realiseren in Velzen. Maar dat uiteindelijk het rekenplaatje niet uitkomt. En dat het gewoon veel te duur zou worden. Ja. Dus ja, dan zijn het hele mooie plannen. Maar dan moet je toch concluderen dat het gaat worden. Nee. En we hadden Guido Nijmanting van het CDA. Die zei even iets over die periode van nadenken en verkennen en participeren. Laten we eventjes kijken. Ja. Ik snap dat meneer De Ruijgen een enorme behoefte heeft om zijn wethouder te verdedigen. Maar ik probeer even aan te geven dat we bij aanvang van dit fiasco van flexwonen bij aanvang niet betrokken zijn. Het woord flexwonen was nog nooit gevallen of het college had besloten flexwonen in te gaan voeren. Er zijn heel veel kosten gemaakt. Er is capaciteit ingezet. Er zijn filmpjes gemaakt, locatieonderzoeken. Er zijn heel veel zorgen gewekt bij inwoners. Inwoners hebben advocaatkosten moeten maken. En wat blijkt nou? Ja, de business case is niet rond. En niet een beetje niet, enorm niet rond. Nou, ik denk dat we met elkaar kunnen constateren dat hier iets goed mis is gegaan. Hè, dat wil ik gewoon eventjes vooraf zeggen. Ik heb het niet over de intenties van het college. Die zijn ongetwijfeld goed geweest. Maar er is hier gewoon echt heel veel misgegaan. En heel veel heeft dat tijd verloren, kosten gemaakt. En vooral heeft het tempo van woningbouw, wat we allemaal als topprioriteit hebben in deze raad, geen goed gedaan. Dat vooraf. We hebben het niet goed aangepakt, Onika Pinkers. We hebben te heel veel tijd besteed. We hebben heel veel mensen betrokken. Sommige mensen waren ook bezorgd. Of hebben zelfs een advocaat ingeschakeld. En het eind van het liedje is, we gaan het toch niet doen. Wat vind je van zijn reactie? Klopt dat ook volgens jou? Ja, nou ja, we hebben heel veel geïnvesteerd. Maar achteraf bleken de randvoorwaarden toch te lastig om een goede business case, noemen ze dat. Ja. Om het rond te krijgen en dat het te financieren is. Dus we wilden het en op eigen grond en tijdelijk en van hoogwaardig materiaal. En dat allemaal bij elkaar. Het beste van het beste, dat bleek niet te kunnen. Nou ja, Velzen gaat voor kwaliteit, hoor ik een paar keer. Is dat altijd nodig? Is dat altijd nodig? Maarten Hoekstra van de GroenLinks, het kan misschien wel even goedkoper. Laten we kijken wat hij daarover zei. Dat scenario 3, dat lijkt ons namelijk een beetje tegenstrijdig. Want 3a, dat is volgens mij het zoeken naar andere plekken. Gaat dat nou nog steeds uit van hoge kwaliteit flexwoningen? Of gaat dat ook uit van goedkope woningen? Wij gingen ervan uit dat het goedkoop is, want die business case zal toch ook op die andere plekken niet uit kunnen. Maar dat hoor ik nog even van de portefeuillehouder. Wij gingen er nog vanuit, dus wat ik zeg, dat die hoge kwaliteit nergens realiseerbaar is. En dan kunnen wij ons nog wel inderdaad voorstellen dat we die goedkopere flexwoningen realiseren op plekken waar misschien de uitstraling en ook participatie iets minder van toepassing is. Bijvoorbeeld aan de rand van kernen nabij bedrijventerreinen die misschien eerst zijn afgevallen bij het onderzoek, omdat we hoogwaardige units wilden, maar die misschien nu wel weer in beeld komen. En mijn vraag aan de portefeuille is dan ook, ziet hij nou nog locaties in dat eerdere onderzoek die misschien wel geschikt zijn voor dat sneller realiseren van lagere kwaliteit, omdat er ook heel weinig direct omwonenden zijn en uitstraling misschien iets minder belangrijk is. Ja, kan het goedkoper, Tineke? Mag het? Nou, wat ons betreft, wij werden inderdaad verrast van flexwoningen. En toen werd er gezegd, ja, maar we willen wel kwalitatief hoogwaardige flexwoningen neerzetten. En toen hadden wij zoiets van, nou oké, als het er dan inderdaad fatsoenlijk uitziet en mooi uitziet, je laat wel uiteindelijk mensen voor de periode van 15 jaar ernaar kijken. Yeah. Dus behalve dat je een oplossing biedt voor groepen, is het ook zo dat er omwonenden naar kijken. En dan wil je toch ook wel dat het er enigszins uitziet. En als voorbeeld gaf de wethouder juist van, zoals het in Haarlem-Noord is, dat is iets wat wij beslist niet willen. Nee. En het blijkt nu uiteindelijk dat goedkope units zouden dan waarschijnlijk wel een goede business case zijn.
Maar dat is niet iets waar wij voor zouden kiezen. Nee, dat zijn het project aan de Dijkzichtlaan, hè, in Haarlem-Noord, zo tegenover het ziekenhuis. Ja. Daarvan zeiden ze in Velsen liever niet. Nee, nee. En, maar misschien nu wel. Hè. Er kwam in het debat, zijn er misschien plekken aan de rand van een bedrijventerrein. Dat wordt dan toch een hele andere optie eigenlijk. Een soort goedkopere flexwoningen. Dus, nou ja. Maar je had ook nog een ander idee misschien, Ja, Annika. Want ik heb zelf een belrondje gedaan bij langs gemeenten waar het wel gelukt is. En er is een gemeente... Er zijn heel veel gemeenten met flexwoningen, toch? Ja, ja. En ik sprak een woningcorporatie die het in 14 maanden heeft gerealiseerd. En daar gekeken wat de succesfactoren zijn. En zij zeiden dat het belangrijkste was om het permanent te realiseren. Dus flexwoningen, maar dan wel permanent. En niet voor de duur van 15 jaar. En dan kan het nog steeds met hoogwaardige materialen. Moet je me even helpen? Dus... Uiteindelijk, als je de memo volgt van het college, dan valt flex weg. En zeggen ze, ga alsjeblieft voor permanente huizen, toch? Nee, ja, maar het zijn wel modulaire woningen. Oké, okay. Dus er lopen die twee dingen door elkaar. Dus, okay. Daarom zou ik helpen. Ja. Nee, wat Onika bedoelt is dat er inderdaad dan die flexwoningen permanent zouden zijn. Ja. Dus dat ze gewoon voor echt veel langere perioden zouden blijven staan. En dat is wat wij in Velsen niet wilden. Wij wilden eigenlijk voor een periode van 15 jaar. Ja. En de keuze die nu voor lag, was dat we nu eigenlijk willen op de twee plekken, in Driehuis en in Zeewijk, om dan nu maar door te zetten met permanente reguliere bouw, laten we zo zeggen. Ja, precies. Dus koopwoningen. Ja, dat zijn dan gewoon gemetselde huizen, zeg maar. Ja, ja, maar dan was dat op alternatieve locaties. Permanente flexwoningen. Ja. Dus niet op die locaties. Nee. Dus, en permanent flex zijn een soort modulair. Precies. Maar wel met een kwaliteit dat je zegt, het is ook wel fijn wonen. Ja. En de omgeving ziet er ook goed uit. En dan voor die speciale doelgroepen. Ja, precies. Ja. Wordt dat nu verkend? Hè? Want dit was nog wat beeldvormend volgens mij. Nee. Nee, de meerderheid van de raad gaf aan dat ze eigenlijk voor scenario 4 zouden gaan. Dus doorzetten met dat permanente bewoning wonen op die bouwlocaties. En uiteindelijk gaven we nog als tweede mee aan de wethouder dat we niet actief willen dat er nog heel veel ambtelijke capaciteit wordt ingezet om dat flexwonen nog verder te onderzoeken. Dat was eigenlijk het uitgangspunt dat de wethouder ook zei. Maar als er een mogelijkheid zich aandient, dus als een projectontwikkelaar bij de gemeente langskomt met het idee, dan wordt er wel op ingezet. Oké, dus dan gaat het niet meer over de eigen grond, maar dus grond van iemand anders. Dus en als iemand zegt, ik zie daar wel brood in, dan zou dat kunnen. Maar niet zelf actief daar ambtelijke capaciteit. Dus het gaat als hamerstuk misschien dan straks toch door de raad. Hè? Scenario 4, permanente bebouwing. Er komt geen amendement om nog te kijken voor permanente flex. Dat laat je dan toch over aan Want ik heb gehoord wat de andere fracties daarvan zeiden. En ik denk niet dat daar de meerderheid voor is. Dus ik kan daar weer heel erg eigen ambtelijke capaciteit in steken. Gaan we niet doen. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor het terugblikken op de sessie over de flexwoningen. Die er niet gaan komen in de gemeente Velsen. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja.